Hallo, vandaag heb ik mijn rode baret op, want het is vandaag Hartjesdag. Hartjesdag, ja, we hadden al Valentijnsdag, hebben ook al hartjes getekend volgens mij. Maar nu is het Hartendag, of Hartjesdag. Dus ja, we gaan gewoon hartjes tekenen. En dan misschien eens wat verschillende soorten hart. Een echt hart misschien, dat is lastig. Laten we maar gewoon wat gaan tekenen. Doe je mee? Nou, vandaag is een leuke dag. Vandaag is het Hartjesdag. Ja, dus we gaan hartjes tekenen. Ja, dat is niet zo heel moeilijk. Tenminste, ik vind het niet zo heel moeilijk. Maar er zijn vast wel mensen die dat moeilijk vinden. Maar laten we dan maar eens eventjes hartjes gaan tekenen. Nou, dit is een mooi hart. Dit is ook een hart. Soms heb je ook wel een hart wat meer hier niet echt een puntje vormt, maar net wat rond loopt. Je kan natuurlijk ook een reflectie in een hart geven. Nooit zo. Kijk. Ja, hartje natuurlijk rood kleuren. Dat kan ook. Wat we ook kunnen doen is... zo. En dan... natuurlijk... die pijl erdoorheen, hè. Een hartje met een pijl erdoorheen. Cupido heeft geschoten... en we hebben een hartje met een pijl er doorheen. Zo. Ja. Je kan ook nog een bloedend hart hebben. De tekenen wel druppeltjes zo eronder. Misschien even nog een plasje. Een bloedend hart. Ja, wat kan je nog meer? Je kan de tekst erbij zetten. Hè? Love, I love you. Nou, I love you. Nou, dat is helemaal mooi. Ik kan een schaduw aangeven aan zo'n hart. Zie je, dan krijgt hij net wat meer body. Je kan er ook andere schaduw aangeven. Je kan ook dit doen. Dan gaat hij wat zweven, het hart. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met hartjes. Desnoods zet je hele vel vol met hartjes. Hoe vaker je hartje tekent, hoe beter dat het gaat met hartjes tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!